Waarschijnlijk treedt volgend jaar de wet op de veiligheidsregio's in werking. Deze wet stelt scherpere eisen aan de brandweerzorg. Ieder gemeentebestuur moet kiezen. Of een eigen brandweer houden, of regionaliseren, misschien wel voor de hele provincie. Er is in Friesland een onderzoek ingesteld waaruit blijkt dat er nog wel het een en ander verbeterd kan worden. Tijdens een persconferentie werden vrijdagmorgen de belangrijkste punten op een rij gezet. Risico's moeten beter in beeld gebracht worden. De vergunningsverlening moet op orde worden gebracht. De brandweermensen moeten steeds verder worden opgeleid en de aanrijdtijden van de brandweer moeten worden vastgelegd. De komende maanden staan de gemeenten voor de keuzes wat ze willen en wat er dan gaat veranderen. Brandweercommandant Johan Postma kijkt naar de toekomst. Nou, dat betekent voor Friesland dat de gemeenteraden in ieder geval een besluit zullen moeten nemen als ze hun eigen gemeentelijke brandweer willen houden, dat ze dat zo moeten besluiten. Doen ze dat niet, dan gaat hun brandweerzorg over naar de geregionaliseerde brandweer. Maar betekent het dat er straks één provinciale brandweer komt? Nou, het zou kunnen betekenen dat als er geen gemeente besluit om de eigen gemeentelijke brandweer te handhaven, dan hebben we straks één regionale brandweer, noemen wij het altijd, die voor heel Friesland de brandweerzorg doet. Op zulke momenten komt altijd de aanrijdtijd ter sprake. 8 minuten, 15 minuten. Hoe gaan jullie daarmee om in dit veiligheidsregiogebied? Nou, het is zo dat het veiligheidsbestuur, dus alle Friese burgemeesters gezamenlijk, die zullen straks die norm vast moeten stellen. En ze hebben nu ook opdracht gegeven om een onderzoek te doen om te kijken welke mogelijkheden daarin zijn en wat voor Friesland een goede norm zou zijn om de burgers zo goed en zo snel mogelijk te bedienen. Is dat één norm voor heel Friesland? Dat zou dan betekenen dat er één norm komt voor Friesland. Daar moet ik wel bij zeggen dat die norm wel gedifferentieerd is. Dus dat betekent, heel simpel gezegd, als u in de binnenstad van Leeuwarden woont, dan moeten we sneller bij u zijn als brandweer dan wanneer u op een boerderij op het platteland van Friesland woont. Gaat zo'n veiligheidsregio nou de veiligheid verbeteren in de provincie? Ja, het is zeker de bedoeling om tot een efficiëntere organisatie te komen. In ieder geval tot duidelijker te maken en ook te zorgen dat de burger een betere kwaliteit krijgt. Dat is wel het uitgangspunt van de minister van Binnenlandse Zaken. De normen per gemeente verschillen? Als straks de wet op de veiligheidsregio's aangenomen is, dan kunnen de normen niet meer per gemeente verschillen. Maar het is op dit moment wel zo dat ieder gemeentebestuur de vrijheid heeft om zijn eigen normen vast te stellen en ook het eigen kwaliteitsniveau van de brandweer te bepalen. Jullie willen meer zelfredzaamheid van de burger hebben, hè? Nou, het zou goed zijn dat mensen, dat is natuurlijk zeker in zo'n provincie als Friesland, dat je eens even nadenkt van ja, waar woon ik, hoe ver is de brandweerkazerne bij mij vandaan en kan ik zelf voorzieningen treffen, bijvoorbeeld rookmelders installeren, nadenken over een vluchtplan, eventueel een brand blussen, dat soort zaken. Is het op dit moment veilig? Het is op dit moment, het is geen kwestie van niet veilig of onveilig. Als je naar de normen kijkt, dat gaat, tuurlijk moet het beter worden, dat is wel het beeld. Maar het is niet zo dat het nu onveilig is. Het betekent wel dat er sommige dingen niet zijn die we liever wel hebben. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over arbo-eisen van kazernes. Het gaat over beleidsplannen, maar het gaat ook over aanvalsplannen. Het gaat ook over geoefendheid van personeel. Dus het moet zeker beter, maar het is niet zo dat het nu onveilig is. Maar die brandweermannen die oefenen al zo verschrikkelijk veel en die moeten al zoveel leren. Ja, maar het is ook een vak wat... Het is ook een vak wat veel kennis vraagt en in die zin ook alleen maar waardering voor de vrijwilligers. Want ik wil dat zijn mensen die het ook nog in hun vrije tijd erbij doen. En we verwachten van hen wel een professionele instelling. En het is zo dat de belasting van de vrijwilliger en wat ze allemaal moeten kunnen en wat ze allemaal moeten weten, dat is ontzettend toegenomen de afgelopen jaren. Blijven er vrijwilligers bij komen of is dat een groot probleem? Nou, het is her en der best lastig om voldoende vrijwilligers te krijgen. Dat gaat nog wel, maar waar we met name problemen mee hebben is de beschikbaarheid overdag. Mensen wonen in een dorp aan de rand van een stad en gaan overdag werken in de betreffende stad. Waardoor er overdag te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn. Dat is wel een probleem wat we in Friesland zien. Is dat over en weer niet uit te wisselen? Heb je een maatje 38 voor mij hangen? Dan doe ik mee. Ja, nou ja, goed, dat is wel een van de oplossingen. Dat mensen ook direct, dat zou het voordeel kunnen zijn van één brandweer. Dat als mensen bijvoorbeeld werken in Leeuwarden en wonen in Grauw, dat ze overdag mee uitrukken in Leeuwarden of bijvoorbeeld in Heerenveen. En dat ze s'avonds gewoon weer voor Grauw beschikbaar zijn. Maar goed, dat vraagt natuurlijk wel heel veel organisatie en dat zou wellicht iets kunnen oplossen. Wanneer moet het hele veiligheidsregio draaien? Nou, dat hangt even van de invoering van de wet af, maar dat zal een kwestie van jaren zijn.